Baquero, de kleine Baquero. En Stoitkov in het centrum. En op de linkerkant zien we Laudrup. De aftrap is gedaan. Barcelona speelt van de rechterkant. En dat zal natuurlijk alle tijd nemen. Serna. Koeman komt over. En Koeman verslikt zich. Baggio. En naast de kop. Wat een kans. Wat een geweldige grote kans van Kajidaki. De fout begon bij Koeman. De voorzet is van Baggio. Bij Freddy. Koikocea afgetroefd. De Agostini. Man met een echt goed linkschot. En nu rechts. Van buiten naar binnen gekomen. Daar zijn de twee in duel. Cesar. Het is een verrassende positie. Mooie trap. Bal schapt. Baggio. En zo heeft Juventus al een aantal kansjes gehad. Slecht naar binnen gespeeld. Baggio neemt over. Van afstand. Hessler. Toch ruim 20 meter. Verrassend. En goed geschoten. Van de Duitse. Hessler. En Corini. Jonge speler. Veel aan de bal. Links naast. Amor. Naast. Goed gezien van Taconi. Koeman. Prachtige opening. Soler. Soler. En de bal gaat niet eens over de achterlijn. Maar ook Koeman bemoeit zich ermee. En die kan zo'n bal natuurlijk onbedaarlijk hard raken. Zou wel lekker binnenkomertje zijn. En dat is hem. Reflex van Taconi goed. Schot uitstekend. Mooie overzicht. Baggio, Kajidaki. En een prima reflex van Zubizarreta. En de kopbal was, dacht ik, van Hessler. En daar zit hij. Heel verrassend. Kort gespeeld. Kajidaki kijkt. En Hessler komt voor zijn man uit. En Zubizarreta kan er maar net bij. Wil beide hoeken kunnen pakken. Hessler. En pakt hem uitstekend. Meestal neemt Baggio ze. Hessler doet het. Krult de bal. Wordt nog van richting veranderd. Hessler schiet over. Die is zelf door zonder centrumspits te spelen. Vandaar dat ze rondom die middencirkel de bal aardig vast kunnen houden. 2 minuten in blessuretijd. Scheidsrechter Reutlisberger maakt er een eind aan. Geen geweldige eerste helft. Het is hier nog altijd in Turijn. Zubizarreta had al een keer geel. Heeft een tweede gele kaart gekregen. En dat betekent dus dat hij in Rotterdam er niet bij zal zijn. Hessler en Skilac. Juventus is de bal alweer kwijt, herovert hem. Overtreding. Een vrije trap voor Juventus. De Agostini. Hessler. Marocchi en goed de goal verkleind door Zubizarreta. Dat was een mooie goed geplaatste aanval.
over links. Kindachi was dat naar binnen. Marocchi en Sieben. Krijgt hier ruimte om te spelen. D'Agostini. Geen ruimte. D'Agostini van grote afstand een gemakkelijk schot. Hessler. Heel verrassend. Spilacci. De superstarreed is in vorm vanavond. Door Baccio. 18 meter. En dat moet hem kunnen zijn. Baccio. En het is een prachtige vrije trap. Prachtige vrije trap. En Baccio kijkt en mikt en legt een briljant in de hoek neer. Oeh, nou kan het nog lelijk voor Baccio. Voordeelregel. Overtreding. Twee spelers geblesseerd. En er gebeurt van alles. En een rode kaart voor Amor. Rood. Ik weet niet of hij dit beeld heeft. En hij trapt naar de speler die op de grond ligt. Ik denk dat dat Kilashi is. Ik kijk. En ik hoop dat u hetzelfde beeld hebt. Hij trapt hem in de rug. En het is zeer terecht dat Amor eruit maakt. Di Canio. Mooie bal. Baccio. Oeh, wat een mooie bal. Jongen, wat een geweldig schot. Di Canio brengt de bal bij Baccio. En Baccio haalt ineens uit. Hessler wordt vastgepakt. Hessler is correct. Kap. Baccio. En Baccio is handig hoor. De misser. Schot van afstand naar Gallia. Koeman. Koeman niet. En de misser. Oh, wat zat Juventus heel dicht bij 2-0. Wat zitten ze dicht bij 2-0. D'Agostini. D'Agostini. Geen buitenspel. En in het zijnet. Fortunato. Geen echte linksbener. Wel mooi vrijgespeeld. Geen overtreding. Hessler. Naar de buitenkant. Baccio. En het schot van Kilac. En nou moet de achterhoede er eigenlijk uitdrukken. Goed buitenspel. Is dit hem? Zubizarreta. En Barcelona moet de doelman heel, heel dankbaar zijn. En de volley van Di Canio. Het is natuurlijk geen briljante wedstrijd geweest. Zeker niet. En daar is ruimte voor Soler. Soler gaat door. Tacconi blokt. César. Snelheid. Hessler van afstand. Zubizarreta klem vast, neemt de tijd. Een sport hoeft niet van grote kwaliteit te zijn om toch een aantrekkelijke kanten te hebben. Hessler, voorzet, geblokt. Koeman, weg.
Salinas. En dan is het afgelopen. En Barcelona zit in de finale. Een finale die in Rotterdam wordt gespeeld. Bij Freddy staat de beste woord. Wij kijken even naar wat er allemaal op het veld gebeurt. Laatste kansje was over de rechterkant. Dat loste Koeman knap op. We kijken naar een hele rustige Johan Cruijff.